Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Liam en Sam zijn buiten aan het spelen. En ik heb een blauw oog. Gisteren heb ik een kopstoot gehad van een van die poppenjongen. Oh. Maar heb ik weer gratis make-up. Maar goed, jullie zit daar. Die zit Boomba te kijken. En Niels is boven, hier op zolder aan het klussen. En ja, dat. Meer is het eigenlijk niet. En we doen het vandaag een beetje rustig aan. Want morgen hebben we weer school. Ik ga ontbijt maken. Maar niet het ontbijt wat jullie verwachten. Ik ga eiermuffins maken en hamkaaskassantjes en chocoladekassantjes. Dat ga ik maken. En ik neem jullie natuurlijk mee. Maar ik moet heel eventjes wat dingen voorbereiden voordat ik jullie ga meenemen. Anders duurt het zo lang. Oké, allereerst wil ik zeggen. Bij dit recept heb je gewoon fantasie nodig. Heb je geen fantasie? Ben iets aan het zoeken. Mijn steuntje. Van mijn telefoon. Ah, daar. Als je hier geen fantasie bij hebt. Dan weet ik niet of het slim is om dit te gaan maken. Ik heb gewoon wat geplukt uit mijn koelkast wat ik had. En daar ga ik mee beginnen. Dus dat. Let niet op de zooi. Ik moet nog steeds opruimen. Ik heb de keuken zeg maar daar recht afgedaan waar ik moest werken. Dat is het. Voor de rest. Het is zogenaamde zondag. We doen rustig aan. Dat. Dus ja. We gaan beginnen. Ik heb hier een muffin tray. Die heb ik ingevet met olie. En wat ik uit mijn kast heb getrokken is ui, cherry tomaatjes, ham, kan ook kipfilet zijn, wat je zelf wil. En we hebben kaas, die heb ik in stukjes gesneden. En natuurlijk voor eiermuffins, mag niet ontbreken, ei. Dit zijn 10 eieren, het is een muffin tray van 12, het zijn 10 eieren. Je kan er een beetje melk bij doen of room of wat je wil. Heb ik niet gedaan. Ik heb hier aromat, peper en een beetje knoflookpoeder bij gedaan. En dit heb ik gewoon met de garde. Blablabla. Het is handig voor dadelijk te schenken. Daarom zit hij hierin. Wat je eigenlijk gewoon gaat doen is in elke tray ga je gewoon wat doen. Dus dat. Jullie snappen wat ik bedoel, toch? Nou, ziet er dan zo uit. Dan ga je er wat ui aan toevoegen. Gewoon naar smaak. Dit snappen jullie ook vast wel. Dan is dit hoe het eruit ziet. Een beetje ham. Ook dit snappen jullie. Dan heb je dit als resultaat. En dan, last but not least, favoriet hier in huis, kaas. Nou, ook dat snappen jullie vast en zeker. En als dat allemaal gedaan is, dan heb je dit. En dan pak je het ei erbij. Ik vul hem altijd ongeveer... Ja, dit is eigenlijk al te veel. Dus net geen 3/4. Misschien had een eitje minder ook wel gewerkt. Hey, we gaan kijken hoe dit eruit komt. Dit gaat op 200 graden en een half uurtje. Ondertussen dat ik hier bezig ben, heeft Liam weer een acrobatisch iets uitgevonden. Liam, ga er eens vanaf. Hallo. Als papa de ziet, hè? Hij breekt de oorlog uit, hè? Mag niet, hè? Ja, vind ik ook. Ja, heel mooi. Uiteindelijk hebben ze 20 minuten op 200 graden erin gezeten. Ik heb er even eentje uitgehaald, zodat ik even kon kijken of dat hij gaar was. En hij was gaar. Het ziet er zo uit. Tada! Dus dat. Ik kom maar aan, schatje. Dus nu ga ik ze allemaal eventjes op deze... leggen. En dan kunnen ze een beetje afkoelen.
En ondertussen zitten de croissantjes erin. Ik heb hamkaascroissantjes en Nutella croissantjes gemaakt. Dus dat is wat we krijgen. Tada, ze hebben vandaag yogi. Vinden ze lekker. Maar ze moeten ook eten, dus dan ga ik ze daar wel eventjes zeggen. Niels is even met Liam naar de winkel toe. Want ik heb gewoon zo'n dag. Dat gewoon niet wil. Ik weet niet. Niels zei in ieder geval van, weet je wat, dan ga ik wel met Liam naar de winkel. Liam is op dit moment ook stond vervelend. En Niels is steeds daarboven bezig. Omdat natuurlijk de zolder een heel eind klaar moet. Niels moet dadelijk ook nog iets halen voor op de zolder. Voor het klussen. Dus dan moet hij daar ook nog even doen. Dat. Ik ben gewoon lekker gewoon thuis de hele dag. En ik moet niks, ik mag alles. Dat zei Niels ook al van Mandy, doe gewoon rustig aan. Maak jij je niet druk. Komt goed. Relax. Dus daar ben ik ook mee bezig. Gewoon. Ik heb mij wel even omgekleed, want ik had het een beetje fris aan mijn wips. Dus dat. Liam is dus mee met Niels nu. En dat. Dus, ja, dat. En ik zit gewoon lekker een beetje spelletjes spelen op mijn telefoon. Moet ook een keer gebeuren. Oh ja, en ik moet nog even gaan uploaden. Daar ga ik nu eerst even aan beginnen. Zitten jullie daar lekker? Oh, dan ga je net zitten acrobaten. Nee. Zit je lekker bij papa? Yay! Goedemorgen. Liam is naar school. Jordi is thuis. De reden dat Jordi thuis is, is omdat hij had vanochtend al buikpijn. Dus daar had ik hem al mee geholpen. En ik had hem klaargemaakt voor school, alles neergezet. En ik ik zet hem zeg maar op de grond en hij gooit zijn speeltje recht tegen mijn enkel aan. Dat deed al pijn, want dat is mijn enkel die ik heb laatst hebben mijn enkel omgezwikt waardoor ik een gescheurde enkelband heb. Maar daardoor ging hij weer, zeg maar, omdat ik het er tegenaan kreeg, kon ik niet mezelf houden. Dus ik ben weer door mijn enkel gegaan. En dat doet best wel veel pijn, kan ik je melden. Maar dat is niet de reden dat ik thuis ben gebleven. Of dat hij thuis is. Nee, hij ging daarna zo over de zeik. Hij was niet te doen. Ik heb hem in de auto gezet. Ik heb Liam weggebracht. Ik was halverwege en hij ging zo uit zijn plaat. Ik heb de auto langs de weg gezet. Ik heb Niels opgebeld. En ik heb tegen Niels gezegd, je kan me de pot op. Dit is niet een kind die op school hoort vandaag. En toen zei Niels tegen mij van, dan draai je om en dan ga je naar huis. En dan ga je met je benen omhoog zitten. Want ik moet wel voor de kinderen blijven zorgen natuurlijk. En dat gaat niet met een dikke enkel. Dus ik heb er al van alles op gesmeerd en gedaan. Jordi is nu rustig.
Ik heb natuurlijk juf Roos aan staan, zoals jullie horen. En hij heeft net ook flink gepoept, dus die heb ik ook verzorgd. Dus nou is Jordi vandaag thuis. Maar ja, dat kan altijd gebeuren. Poeh. Nou, ik heb het weer voor elkaar. Ik heb Jordi in een uur tijd 6 luiers gehad. 2 keer helemaal opnieuw moeten aankleden. Want alles zat helemaal onder. Nu ligt hij daar rustig te drinken. Hij heeft zijn fruit al gehad. Ze hebben zijn fruit aan het eten. Ik moet ook nog naar de winkel. Dus dat ga ik dadelijk ook nog even doen. Hij is inmiddels weer rustig. Dus dat is goed. Ik heb echt een uur geschreeuw gehad. Gewoon alleen maar geschreeuw van buikpijn. Verschonen was vrij lastig, kan ik je vertellen. Daarna ben ik gelijk begonnen met bellen. Want ik moet dan de apotheek bellen voor een herhaalrecept. Jullie krijgen altijd een jaarrecept. Macrogolpoeder. En hij is bijna op, dus ik heb nodig. Dus daar ben ik ook nog eens even mee bezig geweest. Want de apotheek zei, we hebben het receptje niet gehad. Trabbout gebeld. Trabbout zegt, nee, 25 april hebben we die voorgeschreven. Oké. Ik zeg, ja, oké. Ik zeg, maar hun zeggen dat ze hem niet gehad hebben. Ja, weet je wat, zegt ze, dan mail ik hem gewoon gelijk weer. Dan hebben ze hem in ieder geval. Dus, weer teruggebeld naar de apotheek. Gezegd dat ze hem opnieuw gemaild hebben. Dat ze, dat ze die moeten bestellen van mij. Dus dan gaan ze ook mee aan de slag. En dan morgenochtend hoop ik dat ze het hebben. Want ik heb nog wel. Maar ik moet voor mezelf schildkliermedicatie hebben. Dus dat ik, dan heb ik alles in één. Alles. En daar gaat het mij om. Dan hoef ik niet 20.000 keer naar die apotheek te rennen. Dus daar gaat het mij om dan. Maar goed, hè? Dat is nou weer geregeld. En nou ga ik heel even rustig zitten. Mijn enkel. Het nadeel is, je ziet niet superveel, want het zit gewoon echt aan de binnenkant. Het doet pijn. En aangezien die al gescheurd was, is hij nu denk ik gewoon weer opnieuw. Dus ik denk dat ik daar ook mijn enkelband even aan moet gaan doen. Ja, dan gaan we zo kijken. Daar staan ze hoor. En dan zeggen ze dat Jordi niet het voorbeeld is. Oh ja, ik was in de kast aan het rommelen. Ik moet dat eigenlijk nog even doen. Ik was aan het zoeken naar medicatie voor Jordi. Omdat jij hem ook zo mooi vindt, mag jij hem ook even lenen. Het hele ding is in mijn huishouden, Jordi is de oudste, dus dat is de spiegel die ze hebben. Dus daar moet je je eigen aan vasthouden. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Jordi is de spiegel van die twee en daar gedragen ze zich naar. Dus, ja. Toch. Hij heeft weer buikpijnaanval. Nou, kreupele Henny is er weer klaar voor, hoor. Tada! Ik ga de jongens klaarmaken en met de bolderkar naar de winkel toe. En dan Liam ophalen. Want dat moeten we wel gaan doen. Ik heb geen zin. Maar toch gaan we het doen. Nou. Stand van zaken bij Jordi. Ik dacht, zouden die dan toch buikgriep hebben? Nee, we hebben echt geen buikgriep. Hij eet als een paard. Hij is vrolijk, et cetera. Hij zit nu ook filmpje te kijken. Ze zitten hier allemaal filmpje te kijken. Sam blijft vandaag gewoon wakker. Want ik ben elke avond momenteel bezig om Sam terug in zijn bed iedere keer te krijgen. Dus we denken dat hij van het slaapje af moet. En als hij dan wel wil slapen, kan hij hier gewoon op de bank liggen. Dus dat. Laten we de boel opengooien. Ik heb de kinderen net korte broeken en alles aangegeven. T-shirts, korte broek. En Dus ja. En
Met mijn enkel gaat het ook nog niet zo super. Maar hey, bovenlevend zou je. Yay! Samen! Yay! Yay! Liam heeft even geslapen. Hij is nog steeds wakker. Yay! 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 Een hele goede middag. Ik had de vlog vandaag nog niet geopend. Ik ben eigenlijk alleen maar aan het genieten geweest van de kindjes. Ik ben vanochtend met Liam alleen geweest. Dus ja, vanochtend is Sam en Jordi naar school gegaan. En ik ben eigenlijk met Liam gewoon continu bezig geweest. En ja, dingetjes. Dus dat. En ja, we zijn nu klaar om Jordi op te halen. Jordi heeft vanochtend niet echt buikpijn gehad. Vannacht en gisteravond nog wel. Maar ja, dat. En nu zijn we Jordi aan het ophalen. En volgens mij heb ik twee slapende kinderen achterin zitten. Dus dat. Ik heb in ieder geval eventjes nog de airco aan staan. En ik wacht nog heel eventjes. Want het is nog geen tijd om uit de auto te stappen. Dus ik ga nog heel eventjes lekker rustig zitten in de koelte. Dus dat. Nou, de twee slapende kinderen. Die liggen hier nog. Die heb ik naar binnen getild en gesjouwd. Jordi zit lekker even zijn tabletje te kijken. Daar ga ik nu drinken voor maken. En ja, het is even afwachten. Want we hebben Sam nu zeg maar 's middags in principe wakker. Zodat het met Jordi zeg maar makkelijker wordt. En met Jordi halen, zeg maar, dat ik hem niet wakker hoef te maken. Als ik Jordi moet gaan halen, et cetera. En als hij wakker is, is hij wakker. Slaapt hij, dan slaapt hij. Het is net alsof hij het dan wel dan niet nodig heeft. Dus we gaan gewoon op zijn golf af. Dus dat. Maar eerst ga ik drinken maken, want het is warm. Het was warm in de auto. En zorgen dat Jordi drinkt. Twee slaapkopjes zijn wakker geworden hoor. Dan zijn ze lekker aan het spelen. Ja, leuk. Lig je daar lekker? Ja, dat is de meeuw. Heel goed, wijs hem maar aan. Hier. Hebben jullie wel eens een meeuw zien vliegen? Roos, ik heb vandaag al... Zit jij lekker met mama op de schommel? Ja. Ja, met je motorboten. Ja.
Wow. Yay. Yay. Kom weer bij papa. Kom je bij papa? Hoi Sam. Hey, goedemorgen. We hebben het gesprek gehad voor Sam. We gaan met ze aan de slag. Wat en hoe precies, daar laat ik nog even in het midden. Want ik wil eerst dat alles in gang gezet is voordat ik de uitspraak over ga doen. We gaan nu Jordi naar school brengen. Dan gaan we even naar de welzorg, want de stoel van Jordi is kapot. En daarna gaan we even kijken wat we gaan doen. We moeten sowieso om 12 uur weer voor Liam ergens zijn. Dus om half 12 gaan we Liam ophalen voor zijn nieuwe schooltje. Hey, Bambix-bende! Hi, Bambix-bende! Wij zitten in de auto, we hebben net een gesprek gehad. Niels was er ook bij voor het nieuwe schooltje van Liam. We hebben er ook gelijk voor Sam het een en ander besproken. En ja, ik heb daar wel een goed gevoel over. En dat komt goed. Ja, zeker. Nu ben ik op school van Jordi en gaan we Jordi ophalen. En ja, gaan we zien hoe het loopt. Maar we hebben in ieder geval stappen gemaakt. Ze hebben ook wel echt, ik moet het erbij zeggen, ze weten wie ik ben, ze weten hoe ik ben. En ze zeiden ook van, ik denk dat je hier de juiste besluit in maakt. Ik zei, nou, dat denk ik ook. Dus daarom ben ik daar ook zo standvastig in. En toen zeiden ze, die standvastigheid van jou, die moet je wel eventjes vasthouden. Want ik denk dat je bij het rechte eind hebt. Nou, prima, toppie. Dan doen we dat. Dus wij gaan nog even lekker in de airco zitten. En dan ga ik zo Jordi halen. Wat is er, jongen? Wat doe je samen met Sammy? Ja, goed zijn de bananen. Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, wat ben je aan het doen? Wat is er? Mag Sammy iets niet dan? Ineens liep ze hand in hand. Doe maar even in de keuken zetten voor mama. Wil je dat doen? Dankjewel, schatje. Goed zo. Hij doet het echt wat dat betreft supergoed als ik de adem vraag. Dus dat is super. Ja, we zijn inmiddels thuis. Ze hebben lekker chipjes gegeten. En ja, dan zijn ze samen hier een beetje aan het spelen. Dus dat. En Niels is als goed is op tijd thuis. Dus yeah. Samen doen, hè. Hallo? Nee, deze tablet is van Sam. Je hebt je eigen tablet. Sammy? Ik ga even iets uit elkaar halen, want hij gaat vast. Kijk uit, mama. Nou, mama doet filmen. Kijk jij met Liam? Ja. Liam, wachten. Wachten. Kom maar, schatje. Kom er ook maar bij. Moet ik duwen? Nee. Kom hier. Je hoeft weg te wezen. Yay! Oh nee, dat was mama die erop zat. Yay! In de weg. Yeah. En toen was het dan weer de volgende dag. Ik heb echt
door de week last met vlogs afsluiten. Maar goed, bij deze bedankt voor het kijken en tot de volgende.